Welkom terug bij Aris Avonturen bij de HBC. De dagen worden korter en dan varen we in september op een woensdagavond met verlichte schepen op Maartensdijk, onze vaarvijver. Het was uitstekend weer, met aangename temperaturen die avond. Veel kijkgenot naar het kijken van de sfeervolle beelden met een verrassing verderop. Het water was die avond erg smerig. Dreef veel rommeling. Het leek wel of het van de watersnoodramp uit Limburg kwam. Het ziet leuk dat hij weer fijn. Ja. Die heeft hier nog mee zitten prutsen moeten veranderen, want ik had het anders opgelost. De schemering gaat al een klein beetje invallen. Het was nog vroeg op tafel. Een mooi model van een kustcoaster. Deze is gemaakt door Pim. Hij heeft ook het model van het Veronica-schip de Lorelei gemaakt. We gaan voor het backup-plan, Arie. Hoezo? Dat was maar 4 uur werk en dat werkt gewoon. Oh ja, dat was dat buisje dat bij elkaar lag. Leuk. Nou, dan moet ik hem even opzetten natuurlijk. Met de buitenboordmotor natuurlijk. Dat zie ik u als je doet het. Maar dat was die gisteren op de Apple gegaan. Leuk joh. Alles uitgegaan gisteravond. Zo, we hebben even de lift mee te geven. Leuk joh. De brandweerboot van Ben en de onderzeeër van Sjaak. Het klifgebouw, nog met de oude verflaag. Deze hebben jongsleden met een aantal clubleden opnieuw geverfd. Verrassing van de avond. Dirk van de Wee heeft van een romp een kermisattractie gemaakt. Gelukkig was Dirk weer hersteld van een bacteriële vergiftiging, zodat hij net op tijd kon komen met de gehele familie om zijn showboat aan ons te tonen. Spektakelstuk, Dirk. Jongen.
Oei, oei, oei. Nou, gelukkig breek je nu af. Net voordat de kermisboot HMC te water wordt gelaten, breekt de hijstok af. Gelukkig, anders was het leed niet te overzien geweest. Vermoedelijk zal de boot gekapseisd zijn, want er bleek ook niet genoeg ballast in de boot te liggen. Eigenlijk moet hij gedood worden. Ja, gaat niet hoor. Ja. Ja, ga maar hoor. Knip het er wel uit. Dat is niet zo heel erg. Nadat de boot verzwaard was, met wat bakstenen kon alsnog de show beginnen. Gelukkig houdt deze nog liggen achter het clubgebouw. De avond valt langzaam in, zodat we de verlichting konden ontsteken op de boten. Ja, hij doet weer gelukkig, hè? Ja. Hij sloeg even op 100, hè? De woonboot van Dick. Er was een gezellig feest aan de gang. Met op de achtergrond een verlicht eilandje, gemaakt door Sjaaks vrouw. De raket kon helaas nog niet gelanceerd worden. De ontsteking ontbrak nog. Volgend jaar. Zojuist zagen wij de droom vliegen van een naamgenoot. Hier kun je goed zien hoe gezellig het druk was die avond. Bedankt voor het kijken. In het bijzonder wil ik Dirk bedanken voor de HMC Kermis. En Arie voor de droombeelden en iedereen die aanwezig was. Graag tot de volgende video met daarin twee nieuwe antieke zeilschepen en het opknappen van ons clublokaal.